Ta-da. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Vandaag heb ik super veel last van mijn schouders, eigenlijk al een dag of twee. En dat is super irritant. Vandaag heb ik trouwens vakantie gepakt, omdat ik nog wel verlofdagen staan had. En ja. Net ontbeten en nu ga ik beginnen met enkele reviews. Ik heb even deze trui over mijn jurkje gedaan. Ik weet dat het niet zo super stijlvol is, maar het is anders echt koud. Ik wil jullie nog iets tonen. Een aantal weken, of misschien zelfs maanden geleden ondertussen, heb ik jullie verteld dat ik geïnterviewd werd voor dit boekje. Ik heb eigenlijk wel jammer genoeg nooit het interview laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Even zoeken naar het artikel. Ik heb het wel al gezien hoor, maar ik weet eventjes niet meer waar het staat. Momentje. Ja, hier. Hier staat het artikel. En dit ben ik. Tada. Ja, ergens, ik heb al gezocht of dat hij ergens online staat voor mensen die niet van de provincie zijn, maar hij is enkel voor mensen van de provincie te lezen. Dus. Nu ga ik van deze drie boeken een review proberen te schrijven. Liefde en Gelato, Losgebroken en Herboren. Herboren heb ik gisteren uitgelezen. Het lukt gewoon even echt niet met de boekreviews, dus we gaan vlogs editen. Net een hoop vlogs geëdit en ik was ook aan het kijken om eventueel een Google Home te kopen. Ik koop sowieso een Google een Apple TV, maar dan de Google variant. Gewoon omdat de Google variant iets goedkoper is. En de Google Home scoort ook echt beter dan de Apple Home ding. Alhoewel ik een grote Apple fan ben. maar aangezien je met Apple ook de Google Chromecast en de, ja, dat was het, en de Google Home kan bedienen, ga ik daarvoor. En dan gaan we eten maken! Of misschien eerst dit. Ik weet trouwens dat deze kleercombinatie echt op niks trekt, maar het is koud. Die zou ik echt nog wel willen in mijn tijdschrift. Die vind ik heel leuk. Gisteren heb ik trouwens iets heel leuks geboekt, namelijk een auto surprise mi-race. Voor ik verhuis wil ik nog even op een auto surprise mi-race, omdat ik als ik verhuis ha voor een katje. En het is wel handig om eerst op reis te gaan voordat je katjes alleen laat. Kies met zampie. Nee. Going to the briefbus. Jullie gaan het 100% zeker nooit op tijd zien, maar het is tijd voor reclame. Wat is er geen reclame? Oh, mijn benen hebben koud. Even heel hard aan het werk geweest voor een visitekaartje en ik denk dat dit hem wordt. Maak dit trouwens met Canva. Ondertussen kijk ik YouTube.
Ik heb ook prijzen opgezocht om zij of haar te laten drukken. Ik heb ook prijzen opgezocht om stickers te laten drukken, omdat dat misschien wel leuk is om aan mensen uit te delen. En visitekaartjes uiteraard. En ik ga maar één kant laten drukken van de visitekaartjes. Dus misschien kan ik de achterkant wel gebruiken voor handtekeningen of zo. Ik weet het niet. Of voor TikToks of ik weet het niet. I don't know. Beneden dacht ik, als ik boven kom, ga ik opruimen en die clutteren en zo. Nu bedenk ik dat ik gewoon de kissing boot wil kijken en Sims wil spelen. Misschien ga ik de kissing boot opzetten. Of zo. En ondertussen vlogs uploaden. Maar ik wil Sims spelen. Oké, dan komt mijn video iets later online. Oepsie. Ik heb deze broek aan. Deze droeg ik vroeger echt om naar buiten te gaan. Maar hij is echt te kort. Gecombineerd met een shirt van de Primark van Winnie de Pooh. Dit is wel effectief een pyjama shirt, de broek niet. Als je dit shirt wil zien en hoeveel hij gekost heeft, ga dan zeker kijken naar mijn Primark shoplog. Ik ga hem hieronder linken, als ik het niet vergeet. En ondertussen ga ik mijn raam toe doen. Hier naast mijn bed ligt mijn yogamat. Momenteel gebruik ik hem niet meer. Echt. Maar als ik ga verhuizen, ga ik die zeker terug gebruiken. En dit is een krijtbord om uit te hangen in mijn appartementje. Ga ik lezen. Ik heb trouwens super veel miseren met deze kaars. Dus even, IKEA en de lontjes zijn te veel in het kaarsenvet. Met die ene. Aha. In Amerika doen ze dat trouwens heel erg vaak, zo drie lonten en een kaars.